Vandaag haring met jam. Nee man, heerlijke entrecote van Black Angus met een gegrilde uiensjuw. Kikken, en dat doe ik allemaal op de foyerplatte van grillrost.com. Nee? Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Heerlijk gerechtje, fantastisch gerechtje en perfect voor op zo'n hele schöne foyerplaat, zo'n grote vuurplaat. Je ziet mij er al vaak enthousiast mee werken. En daarvoor hebben we natuurlijk een hele hoop uien nodig, want die moeten even de tijd hebben om lekker te karamelliseren. Dus die ga ik even klein snijden. Hè. Ja, we willen die uien mooi even de tijd geven om zachtjes te kunnen karamelliseren. En dat doe ik eventjes op mijn Scotsberg pan. Ik heb hier een RVS pan van Scotsberg. En die zetten we mooi eventjes op een middelheet vuur. Niet te warm. Daar gaat een beetje olie in. Een beetje motorolie. Daar gaat een goede klont boter bij. Voilà. En dan onze uien. Kunnen er alvast in hoor. Ik ga mijn uien zo meteen op twee verschillende manieren toepassen. Van eentje ga ik een heerlijk pureetje maken met een mooie bourbon whisky. En die andere komen gewoon heel mooi gekarameliseerd met wat kruiden. Komen die over het vlees. Dus we roeren het gewoon eventjes door. Zo, ondertussen ga ik wel wat spekjes uitbakken. Dat doe ik hier. Kan ook mooi lekker langzaam. Mag allemaal zijn tijd hebben. Dan pak ik er nog een Scotsberg pannetje bij. Die komt hier te staan. En daar doe ik wat slagroom in. Zometeen namelijk voor de saus. Nou is het lekker om er gewone slagroom in te doen. Maar wat nog veel lekkerder is. Slagroom met goede dingen. Dit zijn mijn goede dingen steak rub. En wat er nou gaat gebeuren. Al die mooie droge kruiden, die gaan nou die slagroom mooi op smaak maken. Infuseren als het ware van de slagroom. Roeren. Super makkelijk gerechtje, heel erg leuk om te doen op een foyerplatte. En je weet het hè, de hittezones van zo'n foyerplatte. Het begint hier bokkenheet, dus hier vlak bij het vuur. Het vuur loopt ongeveer tot hier, je ziet dat een beetje aan de kleur van de plaat. En hier hoor je hem nog steeds sissen, dus het is nog steeds warm, maar alleen niet bokken heet. Dus als jij denkt, elke keer het moment van hij wordt te heet, gewoon eventjes iets naar buiten trekken. Heel erg simpel. Sommige producten hebben gewoon een langere garingstijd nodig, op een lagere temperatuur. Dat doe je gewoon op de buitenste rand. Zo moet je een beetje denken, heel erg simpel. En omdat je veel ruimte hebt, is het eigenlijk kei makkelijk. En die hittezones die bepaal je eigenlijk door dus jouw kolen of je hout hieronder aan één bepaalde kant te drukken. He, dus je kunt ook de helft van de bak vullen en echt aan die kant alleen maar een hittezone creëren. En deze kant een soort van safety zone. Het kan allemaal. Dus de indeling van jouw hout en houtskool is dus belangrijk. Ik heb wat houtskool gebruikt. Gewoon wat birch en oak heb ik vandaag gebruikt. En een paar stukken eikenhout. Gewoon af en toe net eventjes die vlam onder die plaat. Dan gaat hij weer eventjes flink gas geven. En de houtskool zorgt ervoor dat hij mooi constant blijft. Dus dat we mooi constante hitte houden. En om eventjes die hittezones goed te illustreren, dan zie je eventjes wat er gebeurt. Als ik dat vette spek eventjes naar binnen druk, moet je maar kijken, je krijgt meteen vlammen. Daaraan zie je dus de hittezones ook nog eens een keer. Dus het is geluid, het is de kleur en het zijn natuurlijk de vlammen. Mooi, die zijn alvast klaar. Ondertussen zet ik ook eventjes een pannetje op met kokend water. Met twee aardappelen erin om eventjes voor te koken. Natuurlijk eventjes onze slagroom in de gaten houden. Die mag niet gaan koken. Die moet gewoon langzaam verwarmd worden. Gewoon langzaam. Mocht je afvragen waarom ik die uitjes nou in een pan doe in plaats van rechtstreeks op de foyerplatte. Ze komen nog op de foyerplatte dadelijk om ze af te maken. Let maar op. Maar ik wil dat die boter en die olie zo lekker langzaam in die uien trekken. Dus op deze manier gaan ze lekker langzaam karamelliseren. Boter legt er lekker helemaal omheen. Het roert makkelijk.
Zo, nog meer ui. Ik heb hier ook nog een mooi shallotje. En dat mooie kleine shallotje, dat wil ik even pellen. Een shallotje is eigenlijk een heel mooi zoetig uitje als het ware. Mooi mild. Heel erg mooi voor in sausjes. Maar ook heel erg mooi om te roosteren. En dat gaan we ook doen. Die gaan we gewoon eventjes heel kort roosteren. Velletje voor velletje. Laagje voor laagje dus. Dus tot nu toe gaat het allemaal crescendo. Ik neem even een slokje als je het niet erg vindt. Het is zo mooi. Een zomerse avond. Cheers. Heerlijk. Kijk eens hoe mooi dat gaat, dat roosteren van die shallotjes. Heel mooie aroma's komen eraf. En één keer dat rostaroma komt dan vrij. En we houden natuurlijk ons vuurtje levend. Ook niet onbelangrijk. Goeie dingen. Laten we het eens even over het vlees gaan hebben. Ik heb het vlees, je weet wel waar. TheMeatLovers.nl, online slager. Super mooie spullen. En zoals ik in de intro al verklapt had, het is een hele mooie entrecote. Aan steeks gesneden al van 300 gram. En kijk eens hoe mooi die dooraderd is. Black Angus uit Australië. Heel mooie marbling van dat vet. Dat betekent natuurlijk ontzettend veel smaak, maar ook pure malsheid. Je moet je dus voorstellen, overal waar vet zit, zit geen spierweefsel. Dus dat is super zacht dadelijk om te kauwen. Ook die gaan we nog lekkerder maken dan dat ze al zijn. Fleur de sel gaat er overheen. Ruim, nou vers gemalen zwarte peper en ik zet hem op de grofste stand. En gewoon een klein beetje knoflookpoeder. Niet te vullen. Zo. Andere kant doen we hetzelfde. Alleen in omgekeerde volgorde. Top. Klaar voor zometeen. Zie je, nu begint die karamelisatie mooi te ontstaan, hè? Pure karamel is dit, letterlijk. Hè? De suikers in die, natuurlijke suikers in die groenten. Een foyerplatte is een klein beetje zoals een braai. Hè? Dus je kookt dus met veel met hout, doorgaans. Dus je hebt continu veranderende hittezones. Elke keer als je er een nieuw blokje op gooit, moet je zorgen dat die op de goede plek ligt. Hè? Zodat je dus het stuk wat je heet wil hebben, dat daar echt ook vuur onder ligt. Dat is belangrijk. Nou, ik heb hier nog een leuk accessoire. Hè? Dit ding dat kun je gewoon in de foyerplatte zetten, maar kijk eens. Mijn water was gestopt met koken. En nu krijgt hij eventjes 100% vlammen, dus dat doen we even op deze manier. Hey, wie niet slim is, moet dom zijn. En we blijven mooi even roeren en natuurlijk die pan in de gaten houden. Hè? Die bodem gaan we overheen met een houten spatel en mooi die stukjes karamel eventjes mee eraf halen. Zo, timing technisch, waar moeten we op letten? Dat vlees is natuurlijk, dat is zo klaar. Vanaf het moment dat erop ligt, dan is het ongeveer, hij moet tussen de 7 à 8 minuutjes wil ik hem straks grillen. Nou, laten we zeggen tussen de 6 en de 8 minuutjes. En dan nog eventjes rusten. En dan willen we dat eigenlijk, dat vlees willen we dan na het rusten zo snel mogelijk aansnijden. We moeten zorgen dat die uien mooi karamelliseren. Dat doen we langzaam. Zijn we ook langzaam aan het doen. En dat mag best gewoon een half uur, drie kwartier duren. Voor mijn part een uur. Boeit niet. Die aardappels die zullen nog een paar minuutjes nodig hebben. En dan ga ik ze nog eventjes afbakken. Dus daar wacht ik heel eventjes op. Dat geeft mij in ieder geval de gelegenheid om een slokje drinken te nemen. Cheers. Kijk eens hoe mooi die uien zijn geworden. Fantastisch. En die luchtjes hier. Niet te filmen. Het is tijd, jongens. Even keihard af te bakken. Zo, nou eventjes mooi. Bam, keihard erop. En dan snel eventjes als extra smaakmaker. Daar gaan we. Mooi.
Nu gaan mijn geroosterde uien even in een in mijn staafmixer bakje. Behalve deze. Deze gaan terug in de pan. En die houden we zo zoals ze zijn. Dus we hebben ze mooi in de boter en de olijfolie gebakken. Nog eventjes keihard aangegrild. Klein scheutje Jack Daniels eroverheen. Nou gaan we die mooie geïnfuseerde slagroom gebruiken. En nogmaals, hier zitten die mooie smaakjes in. Tijm, rozemarijn, chilipepertjes, groene peperkorreltjes. Geheim ingrediënt. Mag ook nog wel hebben. Klein scheutje. Even proeven, hij ziet er fantastisch mooi uit. Hij heeft een mooie dikte. Oh, fantastisch. Gekarameliseerde geroosterde uien. Goeie dingen. Romig. Waanzinnig. Snel naar mijn aardappels. Even prikken. Ja, die zijn nou 80% gaar. Kom. Kom maar eens even hier. Zo, krijgen jullie nog even een mooie beurt. Ouch. En dat is nou precies mooi van de contacthitte van zo'n apparaat. Hè? Hij zorgt ervoor dat er nou een heel mooi korstje op komt. En ook weer even hittezones in de peiling houden. Zo, jij kan eraf. En dan is nu tijd voor het grillen van het vlees. Die ligt natuurlijk al een mooi poosje in de kruiden. Dus die smaak die zit er al een beetje in. Daar gaat hij. We pakken een heet stukje grillplaat. En dan eerst even met die vetkant aan de buitenkant rechtop zetten. Dus deze kant vet dat je altijd hebt met een entrecôte. Daar willen we eventjes een klein beetje uitbakken. Daar willen we mee beginnen. Supermooi. Nou, ze gaan uit zichzelf. Voor mij mag het. Doe maar, jij ook maar dan. Kijk eens, in die korte tijd heel mooi goudbruin uitgebakken zoals je ziet. In een paar tellen tijd, hè. Dus het begin is al mooi. Die aardappelen mogen best rondom een heel klein beetje knapperig, want we kunnen de schil gewoon eten. Het wordt alleen maar lekkerder zo, een beetje knapperig schilletje. Gewoon even in de peiling houden. Top! Snel nog even een sausje bouwen. Dan doen we van een lenteuitje. Top! Snel even ons vlees checken. Dat gaat mooi. Dat gaat prachtig. Moet je kijken. Goudbruinigheden. Zie je dat nou? Prachtig mooi korstje. Super! Klein teetje knoflook. Wil ik nog even heel klein snijden. Snel even in wat olie. Een klein beetje de rauwigheid eraf halen. En je ziet, ik speel echt met die hittezones. Hè? Van voor naar achter, van achter naar voor, van links naar rechts. En kijk eens even naar dat vlees, hoe mooi dat gaat. Dat gaat echt super, super mooi. Moet je zien. Is dat een mooi goudbruin korstje of wat? Dit zijn de laatste loodjes. Even snel achter elkaar alles afmaken. Ik heb nog wat crème fraîche. Daarbij gaan de knoflookjes. Het grootste deel van de uitjes. Mijn spekjes, weet je nog, die ik eerder uitgebakken heb. Een beetje peper. En ondanks het spek, een snufje zout. Heerlijk, heerlijk, heerlijk sausje. Alright, ik denk dat ons vlees heel mooi geworden is. Kijk maar eens. Goudbruin. Deze kant ook. Prachtig mooi korstje. Ik wil hem graag medium. Deze is 46. Ik ga ze eraf halen. Mogen ze even rusten in de pan. Hij zal nog een graadje of 3-4 doorgaren. Dat is precies wat we willen, zodat hij heel mooi medium uitkomt. Piepertjes waren klaar, die zien er ook fantastisch uit. En dan als laatste, als allerlaatste, kaas. Kaas en uien is fantastisch. Kaas en spek is fantastisch. Vlees,
En kaas is fantastisch. Kaas en aardappel is fantastisch. Ja, verzin het maar. Het is gewoon altijd gewoon kei lekker. En het gaat zo mooi op een feuerplatte. Zo, terwijl mijn belegen kaas mooi eventjes aan het roosteren is, pak ik er vast even een plankje bij. Lekker robuust serveren, hè? Mag best. Men nemen een lekkere aardappel. Een kaaskoek. Daar gaat onze heerlijke crème fraîche met uitgebakken spekjes en de bieslook overheen. Kijk eens even. Is die mooi? Is die sappig? Is die medium? Ik dacht het wel. Onze nuiensaus. Onze gekarameliseerde uien. Mijn geroosterde shallotjes. Hoppakee. En ui nummer 3. Hier is die dan. Hoe zullen we het noemen, jongens? Gegrilde entrecot met een heerlijke gegrilde uienpuree met Jack Daniels. Gekarameliseerde uien, gekarameliseerde shallotjes. Heerlijke aardappeltjes met keze en crème fraîche en uitgebakken spekken, dat soort dingen. Hartstikke lekker. Ik zeg, maken deze. Echt waar. Maken. Ik heb entrecot klaar. Kun je vangen? Oh yeah. Kom je eraan? Goed zo. Kan gewoon, hè. Je kunt gewoon landen hier op de parkeerplaats. Maakt uit. Ik weet niet of de chefs meekijken. Op de kaart zetten deze, serieus. Ik blijf hier nog eventjes. Heb jij nou iets leuks gezien op dit kanaal? Ga dan even naar mijn website ralsbarbecuetube.nl. Ik zet het linkje wel hier beneden. Kun je er snel naartoe, net zo makkelijk. Dan lees je alle recepten terug van mijn video's. Je kunt alle video's terugkijken. Alle spullen waar ik mee werk op dit kanaal zijn daar te vinden. Dus zeker even de moeite waard. Je kunt vriend worden. Nou, en als je nou even op dit kanaal wil blijven hangen. Deze video van vorige week. Fantastisch. En deze. Van een heel poosje terug. Een van mijn favoriete video's. Check hem, hè. En abonneren, dat doe je hier door op die knop te drukken. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien op dit kanaal. Goeie dingen!